Ja, en dan zijn we weer terug in Motorstoke. En als we hier naar binnen gaan, dan hebben we de eerste challenge met Marnie. Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe spannende Nuzlocke Challenge video. Ik vind het best knap dat we nu in deze aflevering nog steeds helemaal niemand zijn verloren van het team. Het lijkt eigenlijk gewoon een klein beetje te goed te gaan. En misschien dat ik even van tevoren moet kiezen welke Pokémon ik als eerste in mijn team zou zetten. Want we moeten battelen met Marnie. Oh, gelukkig, dat kan alsnog. Let's do this, Marnie, met je hele fanclub. Marnie is wel zo iemand die in één keer opeens een Pokémon van je kan slopen. En ze begint met Krogunk. En dat wist ik. Want we hebben deze game natuurlijk vaker gespeeld dan vandaag. En we weten dat Psychic-type moves super effectief zijn. Oh. Tegen, ja. Ja. Oh my gosh, en ik mis... Maar ik wou net zeggen, tegen hem. Tegen deze Doerak. Maar hij gaat veel te hard. Hij gaat echt veel te hard. Mag ik raken nu, Zen Headbutt? Dankjewel. Die is 4 keer super effective. Krogunk is down. Maar hé, dat bedoel ik dus, hè. Marnie doet opeens gekke dingen. Die is bijna mijn Slowpoke kapot aan het maken. Stuffle gaat nu een level omhoog. En nu moeten we tegen Scraggy. En ik heb daar niet echt een hele goede counter tegen buiten Slowpoke. Dus laat ik gewoon voor Twacky gaan. Die gelijk met een critical hit deze Scraggy gelijk bijna kapot maakt. Oké, Twacky is altijd een veilige keus. Twacky maakt iedereen kapot. Alleen strakjes bij de gym van Kaboo hebben we even helemaal niks aan Twacky. Daar kunnen we Twacky gewoon echt niet gebruiken. Maar laten we ons eerst even focussen op deze Morpeko. Die trouwens een level hoger is dan mijn Diggersby. Dat is nog wel eventjes het vernoemen waard. Ik denk dat Morpeko ook wel snel is. Ja, kijk, Morpeko die gebruikt even Bite. Ik gebruik Bulldoze. We gaan even helemaal los. En nu is de speed van Morpeko wat minder. Dus ik hoop dat ik nu ook als eerste mag met Bulldoze. Ja, kijk, nu mag ik als eerste met Bulldoze. En dan hoppakeetje. Lekker. Oké. Ik ben blij met mijn Diggersby. Ja, die conclusie die kunnen we wel trekken. Kijk eens, 828 XP voor Diggersby. Level 26. Meowth naar level 25. En onze Slowpoke naar 26. Weer een lekker battletje. En er is nog steeds helemaal niemand down. Kaboe, ik heb zelfvertrouwen. Ik kom eraan. Oh, en trouwens, even een vraagje. Ik stelde hem ook al in de vorige video. Maar dit is nu mijn team. Diggersby, Stuffle, Meowth, Stunky... Slowpoke en Thwacky. Maar we hebben eventueel ook de beschikking over Timber, Nickit, Wooloo, Chinchu, Wimpot en Sudowoodo. En in deze gym gaan we ook nog een vuur-Pokémon vangen. En ik ben vergeten potions te kopen. Maar ik wil van jullie weten wat eigenlijk het ideale team zou moeten zijn voor deze challenge. Dit wordt best wel lastig hoor, want aan Meowth en Thwacky heb ik sowieso niks in deze gym. Slowpoke heeft wel een watermove, maar die moet uitkijken voor bug-type moves van Sandy-Scorch. Dus eigenlijk alleen Stuffle en Stunky zijn mijn backup Pokémon. En Diggersby moet het vooral gaan doen. Oké, ik mag hier dus kiezen wie ik ga vangen, jongens. We mogen er één vangen. Dat kan dus een Vulpix zijn. Dat kan hier deze Sizzlypete zijn. Of hier deze Litwick. En ik denk dat ik wel voor Sizzlypete wil gaan. Een Sandy-Scorch wordt later wel echt een goede Pokémon namelijk. Laat me deze gewoon even vangen dan. Kom op. Een beetje geluk, jongens. Mag ik een beetje geluk, alstublieft? Ja, oké. Thanks voor dit beetje geluk. Ja, ik moet zeggen, Sandy-Scorch, de evolutie hiervan, vind ik wel erg nice. Ik denk dat ik Stuffle eruit ga doen, jongens. Want volgens mij hebben we niet zo heel veel aan Stuffle, omdat hij ook een normal-type Pokémon is. Ik ga denk ik gewoon opgeven met Stuffle. Ik heb hem nog amper gebruikt ook namelijk. Gewoon bijna niet. Dus, jongens, we hebben een nieuwe Pokémon in het team. We hebben een Sizzlypede. Nogmaals, zet jullie favoriete team hieronder in de comments. En doe een duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren. Want als je abonneert, dan krijg je dus iedere dag lekker Nintendo video's. Zo hoppakee. Op YouTube. Nou, de rest ga ik allemaal niet vangen. Want het mag ook niet. Dus Vulpix die krijgt een Bulldoze. En daarmee raak ik Rolly Colly ook. Ik weet niet of Rolly Colly daar heel blij mee is. Ik denk het eigenlijk niet. En Rolly Colly gaat wel deze Vulpix trouwens nu kapot maken. Ik weet niet of dat uitmaakt voor de punten. Krijg ik nu ook punten? Laten we het hopen, jongens. Laten we het hopen. Dan hier deze super cute, schattige Litwick. We gaan gewoon even door met Bulldoze. Hoppakee. Oh, deze Litwick die is wel aardig. Zo dan. Sizzlypete doet Bite. Die is ook super effective. En Litwick overleeft gewoon allebei onze klappies. Dat is best wel nice. Misschien had ik voor Litwick moeten gaan. Oké dan. Nou, oké. Maakt niet uit. Litwick is in ieder geval ook down. Chandler is natuurlijk ook wel echt een zieke, ziek goede Pokémon. Die vind ik ook heel cool. Maar hey, ja, we zijn nou voor Sizzlypete gegaan. Volgens mij moeten we nog meer battles doen. We moeten namelijk 5 punten halen. En volgens mij heeft net inderdaad die Rolly Colly hier de punten gekregen. Het gaat ons geen tweede keer gebeuren, jongens. Bulldoze!
boos. Hoppa. Oké, we hebben nog één punt nodig. Oké, Sizzly Pete is weg. We hebben 5 punten. We kunnen door naar Kaboe. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig. Op een of andere manier voelt het toch niet helemaal lekker, jongens, moet ik zeggen. Want ik heb toch niet echt de perfecte counters hiertegen. Ik ga toch maar even beginnen met Slowpoke, denk ik. Zodat Diggersby even een klein beetje gespaard blijft tot de finale. Ik heb het gevoel dat we hier in Pokémon gaan verliezen, jongens. Ik weet het niet. Voor Sandy Scorch moeten we namelijk water, flying of rock-type moves gebruiken om super effective te zijn. Maar die heb ik niet echt. Ja, Slowpoke die heeft er één. Maar bug-type moves gaan Slowpoke weer slopen. Dus ik kan Slowpoke niet gebruiken tegen de Sandy Scorch. Dus ik zal de Sandy Scorch waarschijnlijk moeten verslaan zonder super effective moves. En dat wordt wel een dingetje. Hij begint in ieder geval met een Ninetales. Ik gooi Slowpoke er als eerste uit. En dan hoop ik dat mijn Water Pulse voorlopig even genoeg gaat zijn. Ninetales begint met Will-O-Wisp. Gelukkig is die Will-O-Wisp dus niet voor mijn Diggersby. Let's go. Gewoon aanvallen die handel. Ja, dit doet weinig damage hoor. Hij is wel confused. Daar ben ik wel blij mee. En ik ga nu hierna voor Zen Headbutt. Dus even kijken of hij zichzelf raakt. Kijk, dit is wel lekker. Dit is nice. Dit is een prima begin op zich. Even kijken hoeveel pijn Zen Headbutt doet. Oké, niet heel veel. Niet heel veel meer dan die wateraanval. Oh, hij is niet meer confused. Maar hij doet gelukkig Ember. Ember leek me niet zo'n hele sterke aanval, maar oké. Ninetales was weer confused door Water Pulse. En ik ben weer burned. Ik ga nog een keer Zen Headbutt proberen. Spannend, wat spannend. Hij raakt zichzelf weer. We hebben wel geluk met deze Ninetales hoor, moet ik zeggen. Oké. De eerste is down. Ninetales is weg. Nogmaals, ik heb verschillende Pokémon die ik niet kan gebruiken. Hier, Thwackey en Meowth zijn compleet kansloos in deze gym. En ik denk dat ik nu toch maar moet gaan switchen naar Diggersby, jongens. En dan hopen dat Diggersby sneller is dan de volgende Pokémon van Kaboe. En dat is een Arcanine. Ik ben wel sneller. Hij doet Will-O-Wisp, maar die mist weer. Hij mist heel veel aanvallen. Daar mag ik blij mee zijn. Oh, maar dit voelt toch niet helemaal lekker hoor, moet ik eerlijk toegeven. Het voelt niet goed. Hopelijk mist hij nog een paar keer. Ja, die Will-O-Wisp die gaat vervelend zijn. Hij wil mij per se burnen. Ja, die is lastig. Die is vervelend. Dat is toch elke beurt even wat extra damage, jongens. Mijn attack is ook... Oh, mijn attack is nu al heel erg drastisch verminderd. Komt dat dan door Will-O-Wisp? Omdat ik burned ben? Ik heb het gevoel dat ik nu even geduldig moet zijn. Ik gebruik gewoon even een burn heal. Ah, ik vind het veel te spannend. Ik wil niet dat Diggersby kapot gaat. Hij is voorlopig heel erg zijn speed aan het boosten. En nu is hij inderdaad sneller. Hij gebruikt nu Flame Wheel. Die doet niet heel veel pijn. Ik doe Bulldoze. Daar heb ik hem bijna mee down. En ik ga voor de zekerheid nu gewoon een Super Potion gebruiken. En dat hoop ik dat hij Agility doet of zo. Will-O-Wisp. Oké, dat is... ook nog te accepteren, denk ik. Het liefst had ik natuurlijk niet geburnt geweest straks tegen Sandy Scorch. Oh, hij is toch nog sneller. Ik dacht dat ik zijn speed had gereduced en dat hij niet sneller zou zijn. Maar hij is wel sneller. Arcanine is down, jongens. Maar nu gaat het pas echt beginnen. Oh. Jongens, ik hou het niet meer. Ik ben in ieder geval sneller. Ik ga hem in ieder geval 1 klap geven. Ik wil niet dat Diggersby kapot gaat. Oh, maar het voelt alsof dit niet goed kan gaan gewoon. Ik heb te weinig HP over, denk ik. En ik ben burned. Ik hoop dat ik deze overleef. Deze klap moet ik overleven en dan een full heal. Daarna een full heal. Dat is eigenlijk mijn enige kans. Anders heb ik echt een groot probleem. Misschien dat ik toch gewoon die Chinchu moet gaan trainen. Hij is level 27. G-Max Santa Scorch. Dit kan niet goed gaan. Ik begin met Max Quake, jongens. En dan gaan we wel zien wat er gebeurt. Zo weinig damage. Oh, dit kan niet goed gaan. G-Max Inferno. Auw. Oké, ik overleef hem. Ik overleef hem. Ik moet nu een energy route gebruiken. Oh, 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 oh. Dit is zo spannend. Mijn Diggersby is in ieder geval weer full HP. Ik moet dit allemaal maar even zien te overleven. Wat een drama. Ik ben nu even alleen maar aan het verdedigen, jongens. Tot we uit die G-Max fase gaan. Die G-Max fase moet ik overleven. En dan hopelijk gaat het daarna goed komen. Hij doet nu Max Flutterby. Ik ben benieuwd wat dat dan gaat doen qua damage. Ja, ongeveer evenveel als die andere move. En mijn special attack is naar beneden. Maar ik doe toch geen special attacks, dus dat scheelt. Oké, we zijn eruit. We zijn klaar. Oh, ik heb hem zo weinig damage gedaan, jongens. De eerste bird sloeg ook nergens op. Oké, nou hoop ik dat deze moves die hij nu kent, dat die mij niet heel erg kapot gaan maken. Oeh, hij doet een smokescreen. Dat is interessant. Oh, ik ben nog steeds trapped, man. Door die freaking fire shizzle. Nou, daar gaan we weer, jongens. We gaan een keer aanvallen. Nee, we missen hem. Oh, hij is flink bezig met zijn smokescreen. Wat ervoor zorgt dat we hem gewoon echt gaan missen. Mijn accuracy is naar beneden, alles. Mag ik hem alsjeblieft raken? Ik kan hem niet meer raken.
Ik kan hem gewoon niet meer raken nu. Oké, wat als ik nu ga wisselen naar Sizzlypete? Zou Sizzlypete iets kunnen doen? Kijk, hij blijft doorgaan met zijn smokescreen. Maar mijn stats gaan daardoor niet naar beneden. Stel, ik kan een paar keer nu coil doen. Hij doet flame wheel. Dat is als het goed is gewoon not very effective. Ik ga een super potion gebruiken. Oh my gosh. Ik zou nu nog een keer coil kunnen gebruiken, denk ik. Denk ik. Als deze tenminste niet critical is. Deze is niet critical. Ik ben mezelf, mijn attack en mijn defense nu keihard aan het boosten. Dat is wat ik probeer. En dan strakjes probeer ik hem gewoon af te maken. Ja, dat is wat we gaan doen. Oké, flame wheel. Ja, het begint steeds minder damage te doen. Hij begint echt steeds minder damage te doen. Dit gaat op zich lekker. Dan heb ik nu nog 2 potions over. Ik hoop dat het genoeg is. Oh, hij gaat nu ook coil doen. Nee, hij gaat nu hetzelfde trucje doen. Hij gaat me kopiëren. Ja, maar vriend, dat is nou precies niet de bedoeling, hè? Kijk, nu gaat hij ook flame wheel doen. Die doet waarschijnlijk nu weer meer damage dan daarnet. Ik kan er 2 overleven. Dus dat is wel lekker. Ik kan er 2 overleven voordat ik iets moet gaan gebruiken qua potions of zo. Kijk, hij gaat nu nog een keer flame wheel doen. Ik kan hem nu nog een keer raken. Ja, nice. Oké, bite. Oh, man. Ik heb nog energy powder en ik heb nog een energy root. Wat ik eventueel ook nog als potion zou kunnen gebruiken. Oh, dit wordt echt net wel of net niet. We gaan dit net wel of net niet redden met Sizzlypete, denk ik. Hij gaat nu ook die coil tactiek doen, hè. Dit is niet chill. Dit is zo niet chill. Ik denk dat ik nu down ga. Ik denk dat mijn Sentiscorch nu klaar is. Ik denk dat mijn Sizzlypete nu klaar is. Oh, 2 HP over. Oh, yes. Yes! Kan ik gewoon elke keer 2 klappen overleven? Dat zou zo fijn zijn. Ik denk trouwens nu niet. Ik heb nu net 62 HP. Oh, dit is net niet goed genoeg. Oh, dit is zo'n gekke battle met al die potions en dingen. Ik denk dat ik letterlijk 1 potion tekort kom, jongens. Dit is wel echt balen. Sizzlypete gaat dit niet meer overleven. Sizzlypete is down. Ah, nee! Je hebt het zo goed gedaan, vriend! Je hebt het zo goed gedaan. Nou hoop ik dat Stunky hier iets kan doen. Hopelijk kan Stunky hem kapot maken met een bite attack. Oké, Stunky is ook dood. Maar Sentiscorch ook weg. Holy moly. Door de aftermath ability van Stunky is het klaar. Oh, we moeten door zonder Sizzlypete en zonder Stunky. Maar we hebben wel de 3e badge. En Meowth gaat nog een leveltje omhoog en Slowpoke ook. Gemengde gevoelens, jongens. Ik ben blij dat we het gehaald hebben. Want die Sentiscorch was echt moeilijk om te verslaan voor mijn team. Maar het was een hele lange battle dit. Oh, dat Stunky ook even gelijk kapot ging. Dat was wel balen. Maar gelukkig had ik Stunky eruit gegooid. Want die had met Aftermath Ability die Sentiscorch gewoon gesloopt. Ik denk dat iedere andere Pokémon dat niet had gekund. Want die Sentiscorch was te snel. En te sterk. Die had zichzelf zo erg geboost. En dan moeten we door naar Hammerlock City. Via de Wild Area. Maar we moeten nu 2 Pokémon wegdoen. Dit is het einde van Stunky. Die we moeten gaan releasen. Dit doet altijd zoveel pijn in de Nuzlocke Challenge. Rip Stunky. Tot ziens. En ook Sizzlypete. We hebben er maar heel kort van kunnen genieten. Je hebt het super goed gedaan, Sizzlypete, in die ene battle. Maar het is nu al klaar. Ja, en dat betekent dat we misschien de Stuffle maar weer terug moeten doen in het team. En dan ook Chinchu? Laten we vanaf nu ook Chinchu dan maar meenemen. Nou, laat ook maar gelijk weten wat jullie team nu zou zijn dan. Doe een blauw duimpje omhoog voor de 2 gevallen strijders. Stunky en Sizzlypete. Abonneer voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Bedankt hè, Kaboe. Mazzel.